Hallo mensen van Dus David Games, mijn naam is G-Typo en we gaan vandaag verder met Tokyo Jungle. Mijn geluid staat zoals gewoon een keer veel te hard met mijn astro's op. En in dit deel gingen wij... Oh, deze hebben we al voltooid, wat? Nee, dit deel gaan we overleven. Hè? Ha? What the fuck? Ik dacht echt... Fuck jouw PlayStation, als je vastgelopen, want ja, warme temperatuur. Dan gaan we nu Karel Wit. Vorige aflevering gingen we Karel Zwart en nu gaan we Karel Wit. Dus Karel is multiple colors. En ik haat konijnen, en dat doe ik nog steeds, dus die gaan we eerst opeten. We zijn niet voor niks een groentje, hè? Maar mensen, hoe gaat het met jullie op deze mooie, ja, vrijdag? Ik zit dit om 2 uur of zo op te nemen. Het is fucking... de hitte valt op zich mee waar ik woon. Ja, ik woon dan in Brabant, dus wie weet. Wie weet maakt dat het verschil. De Dutch YouTube Gathering Beach Party is een paar uur geleden aangekondigd. Dus ik kan er helaas niet heen. Helaas, mensen. Ah. Ik ben dan zelf lekker op vakantie, dus helaas pindakaas. Ik denk dat het op zich wel weer heel leuk zal worden. Want dat was de vorige gathering ook. En ik ben sowieso stik benieuwd naar Dutch YouTube Gathering 9. Want ik denk echt, Oh, dit is wel cool. Vleesreepjes. Ik vond de vorige gathering echt de eerste keer dat ik ooit ben geweest. En ik vond het eigenlijk pittig gezellig. Ik was wel de dag na helemaal kapot en ik heb nog best wel veel last van mijn been gehad, maar voor de rest was het heel leuk. Het was ook gezellig, we waren met de hele groep nog daarna weten eten, wezen rondhangen, YOLO, swag. Territorium hoef ik niet af te bakken. Of te baken, kan ook hoe je het bekijkt, ik vind afbakken klinkt leuker. Maar ja, mijn vraag aan jullie, met welke serie zal ik verder moeten gaan? Want ik heb nu eigenlijk nog Tokyo Jungle en God of War. Dus moet ik gewoon lekker gaan combineren? Of zeg je van, doe eerst even Tokyo Jungle afmaken of eerst God of War. Ik heb toch vakantie, dus ik kan lekker veel doen. Dus laat me mooi... Schaap, what the fuck? Wat heb ik jullie misdaan? Ik voel hier een lokale case onderhaat. What the fuck? Dit vind ik pittig discriminerend. Dat ze me ook nog zo lang gaan volgen, namelijk. Oh god, hond. Nee! Ze zijn met meerdere... Oh nee, zoek dekking. Oké. Okay. Oh shit. Trouwens, ik ben zelf bezig met een survival serie op mijn kanaal. Maar wat zouden jullie daarvan vinden als ik daar gewoon een keer een livestream op DDG zou doen? Dus dat kan een random avond zijn, of het kan door de week, op een avond, weekend. Wat is voor jullie de meest, ja, leukste tijd voor een livestream? Is dat rond de avond, of is dat toch meer rond de middag? I don't know. Laat dat maar achter in de comments, en dan doe ik ze daarna wel allemaal weer teruglezen. En dan zit ik van, oké, die tijd. En dan doe ik een keer een livestream, en dan zitten jullie van, super gezellig. Oh god, je hebt honger. Ja, dat weet ik, maar zoals je misschien ziet, heb ik een lichtelijke schapeninvasie achter mij aan zitten. Oh man, ik ga echt serieus bijna dood. Oh god, waarom zijn er zo fucking veel schapen? Jezus Christus zeg! Sinds wanneer kunnen schapen zo boos zijn? Ja, kortere levensduur. YOLO, swag het maar, want dit gaat hem anders echt niet worden. Holy shit, ik sta hier echt wel 10 schapen of zo. Ja, nice. Zeg dat ik alsjeblieft ontsnapt ben. Boeia! We hebben hem gehaald. Nailed it, kijk hoe coole swag. Oké, ontmoeting kunt u nu kiezen bij verhaal, oké. Perfecte kill, bitches! Kom dan! Ik ga gewoon nu alle schapen aan. En ik denk dat ik dit niet ga... Oh, ik heb het niet overleefd. Helaas.
Helaas, ik ben dood. Het spijt mij. Lieve mensen van DDG. Ik ben dood. En ik praat met een Limburgs accent. Niet dat ik iets tegen Limburgs heb hoor, maar... Ik heb gewoon af en toe een broodje pindakaas. Rapper Shorts. Nou mensen, ik ga nu wel een keer fatsoenlijk opslaan. Ja, ik heb niet zoveel punten verdiend. Nee, ik snap het, maar ik ging puur nu voor de keycards. Als ik zou willen survivalen, dan ging ik wel survivalen, game. Maar ik wil gewoon... Ja, heb ik een topscore? Dat is onzin. Oh, het weekrecord is verbroken. Hey. Maar die was er niet eens, dus... Oh ja, trouwens, dat heb ik nog niet gemeld. Rond oktober gaat er iets fucking episch gebeuren. En daar ben ik zelf ook lid van. En er komt vast nog wel iets op mijn kanaal. En op nog andere kanaal zul je het nog wel zien. Maar mensen, it's gonna be good, man. Oh, shit. Het wordt echt van, sappig raw, zuur raw. Oh, wat? Een cruciale ontmoeting. De Toasters konden maar net bekomen aan de Beagles. Ze wisten Shibuya Bos te bereiken, maar zonder verblijfplaats hangt hun leven nu aan een zijden draadje. Oh my god! Nou mensen, bedankt voor het kijken van een nieuw deel van Tokyo Jungle. Doe een duimpje omhoog als jij deze serie episch vond, want ik vind jou wel episch. Dus hey, super geweldig toch? En vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan en ik check jullie later.